Een man komt thuis en zegt tegen zijn vrouw, wat doe ik hier? Louisa is haar naam en ze zegt, dat is de vraag. Volg je droom, Marcello, naar het Midden-Oosten? Dat roep je al zo lang, dus ging hij maar al te graag. Er was Jeruzalem, de stad van niemand. Voor Marcello een open huis. Daar ging hij dan ook niet gebukt. Onder een zwaarmoedig kruis. Wat hem terugbracht na Louisa was al joggend. Een smalle steeg die hij per toeval vond. Met als verrassing op het eind een blinde muur waarop met wit gekalkte letters stond. Sorry, hier valt verder niets te zoeken. Ga naar huis en voortaan recht door zee. Met in het hoofd je eigen tempel, je eigen synagoge of moskee. Ondertussen was Louisa naar Sri Lanka en beklom de hoogste berg daar, de Adams Peak. Eenmaal boven was ze haar mantra kreeg, werd ze onwel en ijlings afgevoerd naar de kliniek. Daar lag ze dagenlang in coma. En onder een muskietennet was het 's nachts dat Louisa bijkwam met Marcello aan haar bed. Weer thuis nadien vond ze haar mantra terug, een kleine spreuk die nog ongelezen was. En deed het geen pijn, integendeel toen ze weende. En nogmaals met betraande ogen las. Je kunt klimmen zo hoog je wilt. Verdwijnen in het hemelsblauw. Maar dan kom je tot de hemelpoort. Het zit niet hoger dan in jou.